En toe het hulle wat hulle was ook op jou toe, by die sok op jou kom, toe trek hulle ons uit, toe een polisieman, in die pomp, toe sat skieter skoot, voorbij iemand se kop. Toe sê hy, jylle soote gangsters skiet, ek breek, ek geen gevoelens vir jylle nie, ek maak moedenaar skiet, ek dood. It's about searching for the truth. It either happened, or it didn't happen. Slaan hulle poos, nou sê hulle nou trek vir jou kon uit. Sy kry goeie polisiemanne, en dan kry sy van die polisiemanne, alles legal gangsters. It doesn't matter what your rank is. If you have done something, you must face the consequences. The murder of neighborhood watch member Mervin Jacobs in 2009 was cold-blooded and cowardly. 15 gunshots rang out on a cold October night in Tafelsig as the father of two was shot dead outside his home next to a bonfire. She sent us a message that our husband just got shot. It was a drive-by. They came past and they shot him in the back of the head. And he just died on the spot. He was just a fun type of guy. Everyone knew him around the area. He helped everyone with anything. Toen die skoot afgaan, die pijt en die skoot het geweldig afgaan, en kom ons closer. Sien ek die mense, hulle allemaal aan die toneel, toe gaat ek die toneel te leer die mense nog aan. Shortly after the attack, police stormed the area and arrested close to 40 men in an attempt to find the culprits. The men were mostly members of a local gang called the Wonder Kids. When the police came in, they came, ran in, knocking my door off. I said to the guys, only to the guys, yeah, kom, we gaan willen vat. Van Oosuki Modenaar, van die specifieke neighborhood watchman. Niet lang daarheen, kom je weer en ik wil alle oos, tel alle oos op, tel alle jelle klom op, wat alle oos ook op jou toe. But instead of taking these men to the police station for questioning, they were allegedly taken to a nearby soccer field. Toen het hulle gerei, hulle het nog manne opgetel soos hulle hier toe kom. Toen het hulle hier ingekom en vinnig gerei. Toen het hulle die wenne so lang as aan mekaar gestaan. Ek kan exactly sê, ek het omtrent hier gelee. Tijd toe hulle voor so getel het ek hier so. Maar die kans koot met die shotgun was omtrent net hier gewees. My handen was so gewees, because ek was te bang. Ek wil wees, ek kyk jou op hier, because as jou gezicht net so is en dan slaan hulle vir jou. Sê, wie is dit wat geskiet het en hy laat ons hy gaan? Ja, hier was ons weer die polisman gebring. Die schoot ons afgeleid. Hy het voor ons geslat, hy het ons getrap, hy het ons gezichtige zamp in goed is. The men were then taken to holding cells, where the investigating officer in the murder, Anthony Lint, questioned them. En met my onderzoek en hulle by is nagegaan en so aan gestaan, so kon ek hulle nie verbind nie, so release ek vir hulle. En so die ding toe aangegaan, hulle was 3 or 4 keer toegesluit en elke keer release ek hulle. Then suddenly an eyewitness was found, who said he had seen two men, Mario Abrams and Bradley Hess, members of the Wonder Kids gang, shoot and kill Mervin Jacobs. The eyewitness was brought in and pointed out Abrahams and Hess from an identity parade. Maar die lijkt die heet, die ogen van die ID parade, was hy baie sierweeachtig en so aan man. En toe kom hy met die hele sak patat uit dat hulle vir hom beats toegevat het en foto's gewys het van die Bradley en Mario hulle en dat hy vir hulle moes pinpoint het nou by die ID parade. We tracked down the eyewitness 10 years later to ask if he was in fact forced by police to frame Abrahams and Hess in the murder case. Ik kan niks zien. Hij aan, ik was hier aan, maar hij zei me niet op mijn moed zeggen. Mijn girlfriend, die ogen komen er aan en vat me aan. We komen zo straks naar het bies toe, meneer. Ik kan me niet. Hij vraagt me hoe die kan ik zo heb, allemaal die goed is, meneer. Hij lijkt kwaad geraakt, meneer. Ik heb een zin in zijn gezicht. Zeg hem, wie er geschiet, meneer. Dan wijs je me altijd die op je phone, meneer. Dat voor ons het een fout is, maar de police stoppen in Mare en Bibali. Ik was in de vrees, man. Ik was alleen. Ik dacht, zo was het aan, meneer. Aan mijn kast, ik dacht, geput aan, meneer. Ik heb niks gezien, meneer. Wat ze waard, meneer. Ik ga me zien, meneer. After the investigating officer heard about the alleged torture and intimidation of the eyewitness, he took a statement and placed it in the murder docket. Kaptein Lint, hij speelde toen mij gezien. Mijn naam is Lint. Hij is enigszins naar zijn naam genoemd. Toen zei hij, ik weet jullie onschuldig aan die zaak. Maar die mensen willen hier moeten om toe gaan. Hulle wil die publicity, wat hulle toemaak. En daar vanaf toe sien ons naar hoofd. Toe liep ons naar hoofd voor die moordzaak. Dat ik skrik, sien ek, joh, ek kan op je hoofd en dat ding wat ik hier gedoen het. Ik was in spaat van die moord. Om te denken, die mensen het me geslaan en my handen op die tokket gedrukt. Ek het die gesein op die tokket. En die mensen het eerder te hier ingebring om ons uit te ken. Abrahams en Hess appeared in the magistrate's court the following week
But due to investigating Officer Lint's statement, the charges were dropped against the pair. Lint was immediately taken off the investigation by Mitchell's Plain Station Commander, Jeremy Veary. While Abrams and Hess were being blamed for Jacob's murder, the gun used to kill the neighborhood watchman was found. It was located during a raid by police officers investigating 28's gang boss, George Geweld Thomas. The two men linked to the gun, known hitmen in Geweld's criminal empire, were later charged with Jacob's murder by the Hawks. But the men were found not guilty, largely due to an unreliable state witness. One of the men was shot dead a year later, while the other was sentenced to jail with Thomas in 2015. Organized crime had been for about 3 weeks to arrest the same two people who my conductors were in the first place. But I was always a dwarfboom as I didn't want to arrest them or 28 of them were fast. Following their release, Abrams and Hess opened cases against certain police officers at Mitchell's Plain SAPS. They made their complaints through IPED, an independent agency responsible for investigating complaints against police. Die saak het dus toen die politie gemaakt het, ik heb nog nooit gezien dat daar iets gebeurt zoveel aan die saak. Politiemannen komen zeker maar niet weg omdat ze het doen. But in 2019, a counterintelligence unit within SAPS has re-examined their complaints and uncovered alleged wrongdoing by high-ranking police officers said to have interfered with the case. They definitely have a strong case against the police and they must be compensated. There's no question around it. The police have done wrong to them. Nee, ik kan nog weer zeggen, ik trust de politie niet. Ik trust ze niet. Als iedere politieman nog bij mijn huis komt en hij, ik klim hier in de ween. Als die politie hier bij ons uit, die komen niet aan, eerlijk waar, dan help ik. Dan spring ik achter, help ik, ik heb in zijn klachten, ik heb in zaken niet. Ik schel die politie in actie, net over die vrees te geven. Alles legal gangsters. Dat is wat ik kan zeggen vandaag van de politieman, meneer. Die wil jullie voor zijn aangetreden. Alles legal, hulle het die rechte bij hulle om voor ons toe te geslaan. It does not matter what your rank is. You can be a general or you can be a constable. But if you have done something, you must face the consequences. And the whole story is false. So, okay. Theory, according to this article, one is under investigation by a counter, there's no such investigation. Okay. Now, I think, I mean, if you just look at some of the elements of the way this thing is put together, yeah. Designed to produce some very horrendous sensation.